Hoi, ik ben Raymond, jouw thuissportspecialist. En in deze video geef ik je twee oefeningen voor de bilspieren die je zelf thuis kunt uitvoeren zonder dat je daarbij materiaal nodig hebt. Oefening nummer 1 is de airborne lunge. Voor deze oefening trekken we één been op. We strekken onze handen naar voren als contragewicht. Spannen de buik aan. En vanaf hier zakken we naar beneden. En het is belangrijk dat je niet met je voet de grond raakt, dus niet met je tenen, maar met je knie. Ik zou de oefening altijd uitvoeren op een harde ondergrond. Ik sta zelf op een rubber tegelvloer en dit is natuurlijk niet ideaal voor je evenwicht. Mocht je evenwicht nou niet zo goed zijn, zorg dan dat je tegen een glad object zoals een muur aan kan leunen. Als ik de squatcore rechts van mijn beet zou pakken met mijn handen, dan is het makkelijker om mezelf omhoog te trekken met mijn arm in plaats van mijn been. Voordat ik de volgende oefening wil laten zien, wil ik eerst wat uitleggen. De oefening die ik ga laten zien, dat is een variatie op de bridge. En die kennen de meeste mensen wel. Dat is deze oefening. Maar het probleem met die oefening is dat heel veel mensen hun billen niet kunnen aanspannen. En het meestal, het eerste wat ze dan doen is gewicht gebruiken. En het liefst zoveel mogelijk, omdat ze denken dat dat de oplossing is. Wat er meestal aan de hand is dat hun hamstrings en onderrug al het werk doet in plaats van de billen. De meeste mensen weten niet hoe ze hun billen moeten aanspannen, omdat ze die simpelweg niet meer gebruiken, doordat een groot deel van de bevolking meer zit dan staat of loopt. En daarom laat ik hier een variatie op zien waarbij je de billen makkelijker kunt aanspreken, genaamd de frog bridge. Oké, wat we voor deze oefening willen doen. We gaan plat op onze rug liggen en we brengen onze hielen zo ver mogelijk naar onze kont. Wat ik hiermee doe, is dat ik mijn hamstring korter maak en eigenlijk niet activeer. En om dat uit te testen zou ik zeggen, probeer het zelf eens. Probeer eens in deze positie omhoog te komen. Of in deze positie, door een stap naar voren te zetten. Je zult merken dat als je je voeten zo dicht mogelijk tegen je hiel aan zit, dat het veel makkelijker is om je billen aan te spannen. En veel moeilijker is om je hamstrings te gebruiken. Het tweede ding wat we willen doen is de glute maximus een handje helpen. Dus de grote bilspier. Die hecht zich ongeveer aan vanaf je bilnaad tot de bovenkant van de femur, de bovenbeen. De foto die ik je net liet zien, houd die goed in je hoofd. Denk eraan. Die spier loopt van hier tot ongeveer hier. En om die spier een beetje in de goede richting te helpen, om hem alvast te activeren, willen we die korter maken, zodat je hem wel moet activeren. En op het moment dat ik naar achter ga liggen, en ik zou een normale bridge doen, loopt mijn spier van hier tot hier. Als ik deze wil activeren en korter maken, kan ik mijn knieën en mijn heupen in abductie brengen, dus naar buiten toe brengen. En dan wordt deze spier korter. En dan moet je hem al aanspannen. En dit kan eigenlijk, ik zal je zo'n voorbeeldje geven met mijn arm. Stel, ik heb mijn bicep hier, die doet nu niks. En als ik deze korter maak, hetzelfde als wat ik dus met de heup doe, zal er toch nu continu een spier moeten aanspannen om een hand omhoog te houden. En dus zal je hem al activeren en is het ook makkelijker om nu mijn bicep aan te spannen. En datzelfde geldt dus voor de glute maximus in de heup. Als wij in deze positie gaan liggen. Oké, nu weet je hoe je je hamstrings uit moet zetten en hoe je glutes dus aan moet spannen, dus je billen. Eén spier die we nog over hebben, en laten we eigenlijk zeggen meerdere spieren, dat is de erector spinae. Die loopt van bovenkant op je rug tot helemaal aan de onderkant en die zorgt voor extensie in de rug. Dus als ik in een bolle positie zit, gebruik ik deze spiergroep om mijn rug hol te trekken. En dat is ook het punt waar het voor heel veel mensen fout gaat, zowel bij de normale als bij de frog bridge. Is dat ze hun billen minder werk laten doen, omdat ze hun onderrug helemaal hol trekken. Veel te ver. Dus ze komen omhoog en vervolgens denken ze, ik wil mijn billen nog meer aanspannen. En het enige wat er gebeurt is dat ze heel hun rug helemaal rondtrekken. En door deze fouten nou uit te halen en de onderrug minder werk te laten doen, kunnen we dit oplossen door een normale plat op de grond te gaan liggen, een normale positie, en mijn kin naar mijn borst te trekken. En wat ik hiermee doe is dat ik mijn rug hol trek en dat mijn onderrug verplicht is om plat op de grond te gaan liggen. Goed, dus we hebben onze voetpositie. Die brengen we zo dicht mogelijk naar de heupen toe met de knieën naar buiten. Ik breng mijn kin bijna tot aan mijn borst. En het enige wat ik nog hoef te doen is mijn ellebogen de grond in te drukken, want anders zou ik naar achter schuiven. En zo hard mogelijk knijpen in mijn handen tegen het schuiven. Vanaf daar kom ik omhoog. En belangrijk is dus om die rug dus niet hol te laten gaan. Maar in een platte positie omhoog komen. En sowieso je zien
een oefening al veel moeilijker is. Wat ik nog wel zou adviseren is om de voorbereiding als eerste te doen. En vooral lekker langzaam. Puur om je hoofd te laten wennen aan het aanspannen van je billen. Stel, je zou de airborne lunges als eerste doen. En je voert die oefening uit en je hebt die connectie niet heel goed tussen je hoofd en je billen. Je hebt die oefening heel de tijd uitgevoerd en je hebt dus die oefening heel de tijd je billen niet uit kunnen spannen. En als we dan de frog bridge kijken, de frog bridge hebben gedaan en we hebben daar alle focus op de billen gelegd, dan zit het heel goed in jouw kop gepland. Oh, ik weet nu wat ik moet aanspannen, ik weet wat ik moet voelen, want ik heb dat heel oefening al geprobeerd. En dus alle aankomende oefeningen die je gaat doen, zul je veel beter in staat zijn om je billen te kunnen aanspannen. Heb je nog wat gehad in deze video? Neem dan ook een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren en laat alsjeblieft een like achter. Dank je.